Ja, dat is echt een prachtig eerbetoon. Ja, jammer dat het zo had moeten gaan. Maar ja, de minuut stilte, dat verdient hij ook. Dat was echt een hele goede knul. Dus ja, echt nog steeds pijn in mijn hart om dit mee te maken. Een emotionele herdenking zaterdag op het complex van voetbalvereniging Voorschoten 97. Met een minuut stilte en vuurwerk wordt afscheid genomen van Luca van der Zijl. De 22-jarige speler is vorige week in zijn straat doodgestoken. Ja, het was echt fantastisch dat iedereen dit zo georganiseerd heeft. Dus echt groen-geel, de kleuren waar hij geboren en getogen is. Voorschoten, jongen van de club. Dus hij heeft het zeker verdiend. Dit was mooi. Dit is zoals een vereniging om de familie heen gaat staan. Zo heb ik het ervaren. De familie ervaart het ook zo. Ze kwamen het veld op met de familie. En toen kwam er vuurwerk, fakkels, dat was heel mooi. En iedereen ging klappen. You'll Never Walk Alone stond op. En ze gingen zingen voor hem. Ik vond het was zo mooi allemaal. Dit is geen script voor zoiets. Je kunt zeggen crisis, crisis, wat voor crisis. Nou, dit is crisis. En dit is voor de familie. Geweldig. Emotioneel allemaal. Hij is een kind van de club. Hij is hier als F'je gekomen. Zijn vader heeft hier in het eerste team gevoetbald. Gaan jullie verder zonder hem? Ja, het begin zal heel zwaar zijn. Maar ja, iedereen moet doorgaan met het leven. Maar in het begin, ik denk dat iedereen wel lange tijd nodig heeft om dit te kunnen verwerken. Ik ken Luca via werk en via uitgaan en zo. Dus ik vond het ook, ja, het is natuurlijk heftig dat zo iemand in één keer komt te overlijden. Toen ik het hoorde, kwam het echt uit het niks. En ja, het spookte de dagen daarna wel heel veel door mijn hoofd. Namens de familie, alle mensen die belangstelling getoond hebben, die alle mogelijke appjes en berichtjes en hier geweest zijn. Hartelijk dank. Ze heeft mij gevraagd, moeder heeft mij gevraagd om dat speciaal via dit kanaal nog eens een keer extra te doen.